Wakker worden. Lekker ontbijtje. Kom je aanschuiven. Ik heb lekker geslapen. Wel kort, hè. Ik moest nog editen gisteravond. Volgens mij ging ze pas om 2 uur naar bed, of niet? Oh jee. Oké, opstaan, schatje. Doe je oogjes maar open. Want ik weet hoe laat het is als jij je ogen dicht houdt. Oei, 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 oei. Heb je wel lekker geslapen? Ja, omdat ik zo moe was. Ja. Oh, dat is fijn. Oh. Goedemorgen. En... hallo dames en heren. En super tof dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Jouw naam is? Enzo Knol. En ik ben Myron. En leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Oei, oei, oei. Zo. Het blijft wel echt super lekker dat we ons eigen deken en kussen hebben meegenomen. Echt niet normaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Oh, lekker ontbijten. Yeah. Gaat maar weer hoor. Met de Choco Crispies. Lekker man. Dit is echt een favoriet van mij hoor. Ja, met yoghurt. Oh, lekker hoor. Echt smikken. Hier kan je mij over wakker maken. Ja, denk ik wel. Dat cruncht ook zo lekker, hè? Dames en heren, we hebben hier het kontje en we hebben hier het hoofdje. Welke wil Myron en welke krijg ik? Nou, dan gaan we even kop en munt op doen. Dat heb ik net even bedacht. Dit is kop. Munt. Ja, welke kies jij? Kop. Kop, ja? Ja. Dat is munt. Oh. Ah, jammer man. Krijg jij die? Bedankt. Echt, pechdag, schat. Dat doe ik erop. Chocodips? Ik denk dat het best lekker is. Denk ik ook wel, ja. Chocopasta zeker. Daar zat ik wel over na te denken. We hebben ook pindakaas gehad, hè? Lekker kaasje en kipfiletje kan ook geen kwaad. Nee, dat is waar. Ik denk dat ik daar maar voor ga. Healthy option. Heerlijk ontbeten, dames en heren. Het is nu tijd voor eventjes de camper life dingetjes. En dat betekent dat we even lekker gaan wassen. Dus we hebben hier een hele wastas van de afgelopen week. En we hebben hier dekbed. En dan hebben we daar een vuilniszak die we even gaan weggooien met troep. En dan hier natuurlijk even van die tabletjes. En dan hebben we hier ook de afwas. Die ga ik ook even meenemen. En dan gaan we dat ook even regelen. Hoppakee. Even wassen en afwassen. Even kijken of ik niet naar beneden donder. Ik wil wel beneden staan het liefst. Wow. Ja, ik heb beet. Ik heb beet. Holy shit, ik heb beet. Yes, ik heb beet. Ik heb een vis aan de haak. Oh joh, maar ik heb geen idee wat voor vis het is. Ja, ik heb vis. Het is een snoek. Ja, ik heb een snoek. Kijk eens even. Ja hoor, dames en heren. De eerste vis is binnen. Wow, hij sprong even een partijtje hoog. Ja, lekker hoor. Daar hebben we hem. Het is ook geen kleine. Ja, prima formaat. Lekker man. Zo, hebben we gewoon een snoek te pakken, dames en heren. Zo, dat is een druk snoekje. Rustig maar, jongen. Kijk, hebben we hem al. Daar hebben we hem. De snoek. De eerste vis, dames en heren. Het is een feit. Yes, baby. Kijk eens eventjes. Ja, die heeft scherpe tanden, jongen. Zo, hij klapte er lekker op. Heerlijk. Nou, gaan we weer terug doen. Heb je serieus beet? Ja? Ja? Kijk dan. Haal hem naar je toe. Hij heeft zijn eerste vis. Danny, ik ben zo trots. Gast, ik ben zo trots. Dit is een super mooie, man. Je allereerste, of niet? Zo, Danny. Dat is echt de joekel. Dat is echt de joekel, hè? Maar niet uit. Wel echt een hele mooie, hoor. Dit is vis, toch? Serieus, hoe voelt dat? Ja. Nou, mag je weer terug, rustig terug doen. Daar gaat hij. Kijk dan. Ja, perfect man. Nou, kijk eens wat voor omgeving, dames en heren. Zitten we hier gewoon even een snoek en een baars te vangen. Ja, ik heb weer een vis. Ja, ik heb een baarsje. Kijk, dames en heren. Ik heb een klein baarsje. Dikke prima. Het is gewoon een kleintje. Klein maar fijn. We gaan hem weer terug doen. 1, 2. Hoppa. En die is weer weg. Wat een heerlijk begin van de dag dit. Wauw, dit had ik echt niet verwacht hoor. Oké, het plan is nu als volgt. Wat we gaan doen is, we gaan daar bij dat bruggetje, gaan we op dat gras. En dan gaan we helemaal via dat gras aan de zijkant lopen. Helemaal door, daar naar achter. Want kijk even dit plaatje, super mooi. Oké, als dit lukt, dames en heren, hier onder dat bruggetje. Dit zou wel echt een sick plekje zijn. Hey. Wauw, die zijn echt mooi. Hopelijk gaan ze me niet aanvallen. Ze hebben allemaal van die sliertjes om, zie je dat? Ja, ik heb beet. Ik heb beet. Ik heb een vis eraan. Het is een kleine. Hoppa! Oh, dit is wel een grotere. Dit is tot nu toe de grootste baars. Kijk eens even. Dat is gewoon een mooi baarsje. Echt een hele mooie vis. Een mooie baars. Ik ga hem weer terug doen. Daar gaat hij. 1, 2. Hoppa! Hoppa! Perfecte afsprong, hé. Zo, deze gooide ik ver, hé. Ja, ik heb beet. Dit is een iets grotere, geloof ik. Iets grotere. Kijk, daar is die. Hoppakee. Weer een visje. Ja hoor. De ene naar de andere. Daar is hij weer. 1, 2. Hoppakee. Ja, dit is wel de grootste, denk ik. Hij lijkt misschien heel erg op de vorige, maar dames en heren, jullie zagen het aan de aanbeet. Het is toch een andere. Oké, uiteindelijk hoop ik natuurlijk wel dat ik wat groter vis ga vangen dan alleen maar deze kleine baasjes. Maar het gevoel dat je gewoon even een paar keer beet hebt, is wel echt heerlijk. En aangezien we de afgelopen dagen niks hebben gevangen en ik heel veel beelden heb opgenomen die ik allemaal heb weggegooid omdat we dus niks gingen vangen, omdat het anders niet leuk is voor jullie om naar te kijken, ben ik wel blij dat ik nu een paar visjes even eruit trek. Danny die is verderop gaan lopen, daar ga ik straks heen. Maar zolang ik hier bijna elke worp beet heb, blijf je ze gewoon even eruit halen. Deze gaan we weer even lekker terug doen. Mooi gestreept trouwens deze. Let's go! Zo, er zaten hier weer veel achteraan, hé. Niet normaal. Zo, dames en heren, daar heb je hem weer. Ja, dit is wel de grootste denk ik tot nu toe. Ik kan hem nog net zo met mijn vingers hier ondersteunen. Anders had ik hem wel even anders vastgehouden. Maar kijk dan, deze is nog helemaal agressief. Dat zie je dus aan, aan deze puntjes hier zo. Wauw. Vind je ervan, Danny? Ja, nice. Mooi toch? Zeker. Hoppakee. Nou, gaan we weer terug doen. In slow motion. Zie jij hem, ja? Ja. Oh, dat bruine stukje. Wow, kijk wat Danny heeft gevonden net. Hij zit er nog steeds. Hij zit lekker te chillen. Oh, inderdaad. Ja, hij zit aan een kreeft. Kijk dan. Hij zit gewoon te chillen daar. Oh nee, dat is een blaadje. Ik bedoel die. Oh, check die helikopter. Die zit zo laag hier. Oi, oi, oi. Zo nice. Wat zal die een uitzicht hebben, zeg. Heerlijk. Ook al hebben wij ook niet verkeerd uitzicht hier natuurlijk. Hier bij deze bomen staan allemaal koeien. Je hoort de hele tijd die bellen hier zo. Hier, kijk dan. Hey, koe. Die zitten daar allemaal te chillen in de schaduw. Daar ook eentje. Die kijken me echt zo aan van, wat doe jij hier opeens? Wauw, wat een plaatje zeg. Wat een plaatje, kijk nou. Staan ze met z'n allen. Nu snap ik al die helikopters. Daarachter, daar zo, is een landingsbaan. Zo nice. Oh my god. Kijk hoeveel vissen hier zwemmen. Zien jullie dit? Niet normaal. Wow, een heel leger. En dat allemaal hier bij dit bruggetje. Zo, er gaat nog even een vliegtuig. Die maakt ook een hoop lawaai. Oké, we gaan even kijken of we deze kunnen vangen. Een van deze visjes. Dames en heren, ik kreeg zojuist een filmpje van Daniel. En ik vind het wel leuk om die eventjes met jullie te delen. Dus kijk maar wat Daniel te zeggen heeft. Yo gast, morgen. Super dik man, die snoek. Ik denk dat je misschien niet eens realiseert hoe bijzonder het is dat je een snoek hebt gevangen in Oostenrijk. Want ik heb een vriend uit Oostenrijk. En als die snoeken vangt in Oostenrijk is hij zo mega blij. Dat is best wel zeldzaam. Het is eigenlijk zeldzamer dan het vangen voor een forel. Dus het is echt nice. Al die kleine baarsjes die had ik gevangen aan de andere kant van dit tunneltje. Maar kijk eens even wat voor mooi plekje dit is. Twee beekjes die bij elkaar komen. Als hier geen vis ligt, weet ik het ook niet meer. Laten we even proberen. Hoppakee, waar gooi je? Gewoon onder het bruggetje. Nou, de money spot jongen dit. Hoppakee, hier zo bij dit bruggetje. Hier, we hebben meteen publiek hier zo. Danny gaat even een showtje weggeven voor die mensen. Pas op dat je niet op die mensen gooit hè. Oh. Nou dames en heren, dit is echt de kleinste denk ik die ik heb gevangen vandaag. Maar hij is wel heel mooi hè. Kijk hem helemaal shinen. Oké, klein afsprongetje. 1, 2. Hoppa, gaat hij weer. Dit is echt de money spot dames en heren. Het stroomt hier zo mooi naar beneden. Yo, daar liggen zulke dikke forellen op ons te wachten. Niet normaal. Wauw. Kom maar op met die dikke forellen zeg. Ik heb alleen maar een baarsje gevangen dames en heren. Wel een heel erg mooi baarsje. Echt een jonkie. Maar voor de rest bij deze prachtige plek helemaal niks. We gaan deze gewoon weer even netjes terug doen. 1, 2. Hoppakee. Ja, ik heb er een. Een hele kleine sowieso. Ja, dat is echt een hele kleine. Hoppa. Kijk dan. Die is echt mini mini. Dames en heren, na een geslaagd ochtendje is het tijd om natuurlijk jezelf even te trakteren op een lekkere maaltijd. En of ik dat heb gedaan, dames en heren, ik heb serieus even de stoutschoenen aangetrokken. Ja, kijk eens eventjes. Ik heb een dikke schnitzel. Dikke schnitzel! Kijk, dan hebben we hier een citroontje. En dat citroontje, dat spuiten we zo even. Oh joh, dat spuit alle kanten op, behalve op de schnitzel. Kijk, lekker even juicy sappie zo over die schnitzel. Oeh, lekker hoor. En dan hebben we patatjes. En dan hebben we hier ketchup, mayo. Zo, maar jij bent ook een bofkont. Zeker weten. Wow, lekker hoor. Gewoon geniet met je mee. Laten we gewoon lekker eten hier. Oh, dit is echt erg. Ja, dit is gewoon wel echt vervelend. Ja, nee, dit spijt me ook echt zeer. Ik ga wassen, want ik heb de hele ochtend al wasjes gedraaid. Oh, dit vind ik zo sneu. Ik maak hier gewoon echt op een hele voorzichtige manier mijn ketchup ding open. Ik wilde gewoon ketchup met mayo. Nee, schat, ik wilde zo... hele voorzichtige manier. Oké, ik was best wel aan het roppen. Ja. Maar ik wilde gewoon lekker zo mengen en dan zo... Maar in één keer die hele zak schiet open. Alles schiet helemaal naar... Kijk nou, helemaal daarachter ligt het ook. Niet normaal. Je had het moeten zien. Ja. Sorry schat. Dat je bij moest zijn. Spijt me zeer. Echt waar. Hier met jouw verjaardag. Oei oei oei. Oké, veel plezier vandaag. Oei. Dat is je verjaardagsboodschap voor Thijs? Ja. Laten we nog één keer luisteren. Oei 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 oei. Thijsie, gefeliciteerd met jouw verjaardag. Oei oei oei. Oké, veel plezier vandaag. Oei. Sukkeltje. Kan je deze nagel nog geven? Ja. Hallo, goedemiddag mevrouw. Wat komt u doen? Ik kom even een broek ophalen. Ah, u bent van de wasservice? Zeker. Nou, alsjeblieft. Nou, dank u. Hij ruikt heel lekker. Oké. Ruik maar. Nee, ze wil niet ruiken. Hé, hey, Nederlands toch? Jazeker. Alles goed? Ja man, bij jou? Nice, ja. Kijk je wel eens YouTube? Ja. Ah, wil je op mij abonneren alsjeblieft? Ik heb het nodig. Wie ben je? Enzo Knol. Dat is... Verdomme man! Nee, maakt niet uit. Ik ben Enzo trouwens. Hey, leuk dat ik je het zien heb. Nice, hoe heet je? Kevin. Kevin, nice. Werk je hier al lang? 2 jaartjes. 2 jaartjes, nice. Ja. Nou, cool. Zijn we klaar op de camper? Vertrek je weer? Nee, nee, nee. Wij gaan alleen even naar een plekje even hiken. Dus dan gaan we met de camper, dan zitten we met 4 mensen en dan gezellig en dan... ja, nice. Nou, dankjewel. Hey, fijne dag hè. Hoi. Oh ja, wel abonneren dan hè. Oké, dankjewel. Ja, dames en heren, dan kan je wel 2,7 miljoen abonnees hebben, maar ze moeten er nog steeds bij komen. Dus ik ben nog steeds elke dag op die grind. Ik probeer nog steeds elke dag mensen te laten abonneren. Oké, we gaan dus naar een prachtig plekje. En dat is een plekje waar je wederom waterval hebt. Mooie beekjes, mooie bruggetjes, mooie paadjes. Jullie gaan het allemaal wel zien. Ik heb in ieder geval de drone bij de hand. Dus ik zou zeggen, geniet van die beelden. Oh, hey, dat is een Nederlandse koeien. I wonder, is it worth living now? They told me dreams come true once you live it out. I picked up pieces from my childhood in a broken house and healed my soul from the trauma we've been given out. I hear the whispers in the wind under smoky clouds and tell myself once again, I'ma work it out. So much shit can happen, yo, it got me tripping now. Yeah, it's feeling different now. Ik hoop dat jullie er klaar voor zijn, want als ik deze op heb, dan weten jullie dat het een avontuur wordt. Boom! Let's go, dames en heren. Het is een beetje te fris voor mijn lederhosen outfitje, want we gaan ergens ook een beetje de grotten in en zo. Maar ik heb mijn hoed op en ik ben er klaar voor, dames en heren. Let's go. We hebben de camper hier op een mooi plekje neergezet. En we gaan lekker met z'n vieren even op pad. Dus het is nu nog hier echt gewoon lekker weer. Maar straks daar kan het wel eens even heel goed fris worden. Dus vandaar al even de lange mouw, lang broekje. Ben benieuwd. Ben heel benieuwd. De avontuur begint, dames en heren. Eindgang, oftewel ingang. Over een mooi bruggetje met al heel erg veel water. Maar dit is nog rustig. Wel mooi al. Mooi begin. Opwarmetje. Oef. Sigmund Toen Klam. Dat is hoe het heet. Sigmund Toen Klam. Je hebt geen idee wat het betekent. Schatje, kan je er misschien iets meer over vertellen? Het is gewoon een naam. Het is gewoon een naam. Volgens mij betekent het niks. Sigmund, het is gewoon een naam. Toen, weet ik ook niet. Klam, weet ik ook niet. Maar we krijgen straks waarschijnlijk wel een mooi boekje. Dus dan kunnen we het uitzoeken. Kijk, zo schrijf je het. Sigmund Toen Klam. Ticketinfo. Zo, het begint meteen, of niet? Ja. Mooi hoor. Ja, hier is serieus het huisje voor de ticketinfo. En die hebben we gehaald. En dan nu gaan we meteen een mooie route afleggen. En die route, die schijnt ongeveer 1 uur en 20 minuten gemiddeld te duren. Dus daar zijn we wel even zoet mee. Maar kijk dan joh, lijkt wel een scène van Lord of the Rings of zo. De Hobbit, zo mooi. Zo, het is maar goed dat ik een lange broek en een lange mouw aan heb gedaan. Want het is hier een partijtje fris. Wauw, kijk dan. Ja, dit wordt een mooie route hoor. Kun je hier lezen wat het is? Ja, maar het zijn nu in het Engels. Oh, allemaal in Duits. Ja, er staat hier iets van voor etwa 14.000 bis 10.000 jaren begonnen. Ja, het zal al heel lang geleden al er zijn. Volgens mij winnen ze wel energie hier, want je zag allemaal van die, hoe noem je dat, water. watermolentjes daarvoor staan. Dus ze hebben wel in die waterval hebben ze... Hoe noem je die dingen eigenlijk? Ja, maar dat is dus ook de reden waarom in Noorwegen bijvoorbeeld elektriciteit zo super goedkoop is. Ja. Omdat in Noorwegen heb je zo verschrikkelijk veel, zeg maar, stuw en water wat uit de bergen komt. Ja. Dat ze op heel veel plekken stroom opwekken door de kracht van het water wat naar beneden komt. Ja. Super koppie. En dat doen wij met wind, hè, in Nederland. Hé, hey, dat doen wij met de wind. Ja, want dan windmolens. Hey. Wauwie. Uit. Best wel spannend om daar te lopen zo. Ja. Oh, hier wil je toch inspringen? Echt mooi. Ja toch? Ja, zullen we doen? Nou, maar dit is wel een beetje die canoeing stijl. Wauw, kijk dan. En dat je ook gewoon daar een waterval ziet en dan meteen door naar hier. Echt nice. Oh, best spannend dit hoor. Wauw. Dan ook eigenlijk een beetje af hoe ze dit allemaal gemaakt kunnen hebben met dat hout. Zo bizar. Wauw. Kijk dat water even daarboven vandaan komen. Oh, lekker afdakje. Wat een plekje. En dan heb je altijd weer die vraag, waar komt al het water toch vandaan? Ik snap helemaal niks van. En het blijft maar doorgaan. Kijk eens. Blijf maar doorgaan en doorgaan, hè? Ja. Besef hoeveel hout ze hier wel niet hebben gebruikt om die trappen te maken ook. Bizar, hè? Echt bizar. Ik zat ook al na te denken van hoe hebben ze dat toch gemaakt zo, joh? Niet normaal. Kijk dan. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Oeh, we gaan door een hekje. Wat staat er? We thank you for your visit. Goodbye. Wow, zijn we al klaar? Nee, dat denk ik niet. Oh, maar... dat denk ik niet. Oh, wat is dit voor gekke waterval? Ja, wel dus. Zijn we wel klaar? Nou. Nah. Oh, dat was het al. Oh, joh. Dat was toch nooit... Wat zei ik nou hoeveel kilometer het was? Jij zei dat het een uur en 20 minuten gemiddeld... Ja, dat is nooit. Nee, we zijn nu denk ik 20 minuten onderweg. Ik weet het ook niet. Even kijken. De terugweg rechts. Natuurkundeliger Klamse links, eten rechts. Ja, ik denk dat dit was. Ja. Dit is wel mooi trouwens. Wauw. Auwe moe, 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 auwe moe. Ik denk eerlijk gezegd dat de hele route om dit meer gaat. Dat lijkt me het meest logische. Zo. Oh, mooi helder water dit hoor. Dan doe ik even mijn hoed eraf, dames en heren. Wat mooi dit. Het is wel echt een plaatje. Nou, dit is wel even genieten, hè? Scheetjes. Het is wel echt mooi dit. Ja, dat was hem dames en heren. Dat was een vluggetje wat dat betreft. We hebben wel heel erg genoten. Het was heel erg mooi. Maar het was minder lang dan we hadden verwacht. Dus we zijn alweer terug met de camper. Kunnen we eigenlijk alles weer een beetje gaan opbouwen. Zoals de luifel, de Starlink op dak. Alles erop en eraan. Maar de rest hadden we gewoon laten staan natuurlijk. Schone was, lekker buiten. Heerlijk fris. Even elektriciteit weer in de camper. En dan zijn we good to go. Oh yeah, daar gaan we. Ik ben zo benieuwd naar deze glijbaan. Het ziet er best wel leuk uit. Hij is best wel lang volgens mij. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Ben jij ervoor? Ik ervoor? Ja. Ben je er klaar voor? Ja. Oh my god. Zijn jullie er klaar voor, dames en heren, om mee te gaan met ons op reis? Oké. Okay. Gaan we. Let's go! Oh my god! What? What? Oh, ik zie het! Oh, wat lief! Oh, hoezo zitten we helemaal verkeerd? Oh, yo! Zo! Wow, in één keer ben je dan ook beneden. Hij gaat best hard. Oh my god, dit is wel echt leuk. Klaar voor? Hij gaat best hard hoor. Zo, we zijn terug van het zwembad, dames en heren, en het zonnetje is nog steeds lekker aan het schijnen. En ik heb eventjes de fietsen aan de zijkant daar gezet. Die zaten net eventjes aan de lader. Want ja, die moeten eens in de zoveel tijd natuurlijk wel even worden opgeladen. Dus ik heb twee hele mooie tasjes en daar ga ik ze nu weer even in stoppen. Kan ik allebei die laden weer even in een tasje doen en dan kan ik het weer netjes opbergen. Hier heb ik de opladers in zitten. Echt helemaal perfect. Dus deze knal ik weer even achterin hier. Hoppa, deze achterin. Zo, 1, 2. Misschien is dit toch wel het meest favoriet eten van ons allemaal. Want we eten alweer pizza. Tweede keer? Tweede keer. Ziet er heerlijk uit. We zijn ondertussen weer even een potje rummicup aan het doen. Dus dit is wel echt even een gezellige bende weer. Eet smaak. 5 minutes later. Het is tijd voor een toetje. En ik heb een heel erg geinig toetje. Ik heb namelijk een espressootje. Moet ik deze er overheen gieten? Ja. Oh, dat is de bedoeling. Nu snap ik ook. Ik dacht, hoe moet ik hieruit drinken? 1, 2. Hoi. Oh, ik weer bijna onder. Oh, zit je bijna eronder. Vanmiddag onder de ketchup, nu bijna espresso. Wow, kijk dan hoe mooi. Laat mijn stokje liggen. Schatje. Ik tover hem nu in een heerlijke ijskool. Schatje. Oh mijn god. Jongen, 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 jongen. Wat zijn we ook knoeierd, hè? En wat heb jij daar? Ook een lekker takkie? Hier, breek ik lekker door de midden. Dan kom ik hier met een takje. Kijk uit, Bert. Hey, ik breek die voor jou door de midden. Wil je een peperloos? Mama heeft mijn takje door de midden gebroken. Kappen nou. Nee, ik ga mijn opeten. Klaar. Ja, klaar. Oké, nou, eet smakelijk. Lekker genieten. Oh, lekker. Zo schattig dat hij hier gewoon loopt. Hey. Hey, katje. Hoi, joh. Parcours kat. Oh, die is wel echt mooi, hè? Waar ga je heen? Waar ga je heen? Hey. Die is echt klein ook. Zo schattig. Hey. Hallo. Ja, katten vinden camera's altijd super fijn. Ja. Wat ben je allemaal aan het doen? Wat ben je allemaal aan het doen, hé? Hey. Zo lief. Oh, die gaat even lekker hier zo op het stoeltje. Hij is echt parcours aan het doen, joh, deze kat. Waar ga je allemaal heen? Waar ga je allemaal heen? Ja. Oh, het is van de buren. Oh, het is van de buren. Hey. Zo, dames en heren. Ik zit hier weer lekker achter de laptop. Even de beelden te fixen, te uploaden. En vandaag beschouw ik eigenlijk als gewoon een chill dagje. We hebben genoten, we hebben nog eventjes lekker gezwommen, even lekker in de jacuzzi gezeten. Daar, die was wel echt heel erg warm, dat was echt super lekker. De glijbaan was heel erg nice. De hike die we hebben gedaan, die was dus wat korter dan we hadden verwacht. Maar alsnog heel erg leuk, dus al met al een super dag. Vanochtend veel gevangen. Ik ben helemaal blij. Ik vond het echt een topdag wat dat betreft. Gewoon wat rustiger dan de andere dagen. Gewoon wat relaxter of zo. Maar morgen... dan gaan we echt iets heel erg vets doen. Dus zorg dat je erbij bent. Vergeet niet even dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace.